Fire safety engineering is eigenlijk brandveiligheid, maar dan gebruik maken van alle gebouwkenmerken die er zijn, zodat je eigenlijk een maatwerk kunt maken. Nou, de Technische Universiteit Eindhoven biedt een bouwkundeopleiding, een masteropleiding voor bouwkunde, waarin je natuurlijk kunt specialiseren. En een van de specialisaties is bouwfysica en installatietechniek, waarin fire safety engineering een onderdeel is. Het is een belangrijk onderwerp omdat het natuurlijk een maatschappelijk aspect is. Je gaat zorgen dat op wet en regelgeving eigenlijk alles vast ligt op het gebied van brandveiligheid. Je bent bezig met een mens en gebouw in plaats van alleen maar te zorgen dat het gebouw blijft staan. Dus je zorgt echt dat de mensen kunnen functioneren in het gebouw en daar is brandveiligheid eigenlijk een heel erg, zoals ze dan zeggen, hot topic in. Ik heb voor Fire Safety Engineering gekozen omdat ik het meest interessante onderdeel van de studie vind. Ik vind het interessant om te zien of een brand overslaat, wat je eraan kan doen om dat te voorkomen. Om te kijken hoe mensen kunnen vluchten en op die manier te zorgen dat eigenlijk een gebouw veilig is. Ik heb voor Fire Safety Engineering gekozen omdat ik vind dat er nog heel veel kennis te vergaren is en je voegt echt wat toe. Ik vind brandveiligheid vind ik super belangrijk omdat je eigenlijk meedenkt aan de veiligheid van de gebruikers van een gebouw. Fire Safety Engineering is echt top, denk ik, omdat het op dit moment een heel erg hot topic is. En er zijn heel veel maatschappelijke ontwikkelingen die het brandrisico enorm beïnvloeden. Denk maar even aan energietransitie, het feit dat we PV-panelen gebruiken, het feit dat we elektrisch rijden, thuisbatterijen hebben, maar ook woningen bouwen met duurzame materialen, die wel allemaal brandbaar zijn. Dat maakt dat Fire Safety Engineering echt nodig is. Het is een hartstikke leuke opleiding, hè? Want je kan het bijna nergens doen. Hè? Dus het is eigenlijk maar één plek waar je het kan doen. Maar één, je mag meedenken over hoe je dit soort gebouwen voor de toekomst kan behouden. Hè? Ook in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen in de bouw die er zijn. En twee, we willen tegenwoordig ook veel meer leren van branden. Dus we willen gewoon snappen hoe een echte brand is verlopen, zodat we daar dan in de toekomst weer rekening mee kunnen houden en uiteindelijk dan weer die fire safety engineering kunnen voeren. Ja, het is natuurlijk prachtig als je als student ook mee kan denken over hoe kan het nou dat dit gebouw er nog staat of waarom het is afgebrand. Ja, de opleiding is heel leuk. Het is heel erg, ik vond het heel fijn dat het heel breed was. Doordat je ook de kans krijgt om andere dingen te kunnen zien, waardoor je dus eigenlijk overal aan de gang kan qua werk. Studeren aan de TU betekent dat er voor iedereen een plekje is. Ik ben al zelf in de bachelor natuurlijk begonnen me ontzettend kunnen ontwikkelen bij verschillende verenigingen en commissies. Ook in de master nog. Dus er is voor iedereen plek en je krijgt ontzettend veel mee. Het is heel fijn om zeg maar, bij Ruud van Herpen te hebben afgestudeerd en Fire Safety te hebben gedaan. Ik kijk er echt heel goed naar terug. Ja, je kunt met deze opleiding eigenlijk in alle takken van sport terecht. Moet je denken aan ingenieursbureaus waar brandveiligheidsadvisering een rol speelt. Maar je kunt ook denken aan leveranciers van materialen of leveranciers van systemen of constructies. Je kunt ook denken aan de brandweer of aan de veiligheidsregio's, in ieder geval aan de overheidszijde. En je kunt ook denken aan grote industrieën. Ik kan eigenlijk wel met droge ogen zeggen dat ze om je staan te springen. Wil jij je ontwikkelen in een gebied waar nog weinig van bekend is? Wil jij voldoening halen uit je werk? Kom dan vooral Fire Safety Engineering doen. Dan zou ik kiezen voor Fire Safety Engineering door de diversiteit. Het is een hot topic, maatschappelijk belang en het wordt steeds belangrijker in de toekomst.